De boeren hebben gelijk. Er is een ronduit bezopen stikstofbeleid. Zo begon Jan Kees Vogelaar de presentatie van de door het Mestdag Zuivelfonds berekende stikstofcijfers. En wat blijkt? Nou, de belangrijkste uitkomst is dat afgelopen herfst heeft Remkes een rapport gepresenteerd, Niet alles kan. Waarin het beeld werd geschetst dat in Nederland 46% van de depositie vanuit de landbouw afkomstig is. Dat klopt, maar we hebben het niet over Nederland, we hebben het over de natuur die beschermd moet worden in dit land. En dat de depositie, de stikstofdepositie op natuur, dat die geen 46% is volgens het rekenmodel van het RIVM, maar dat die 25% is met als basis cijfers 2017. Als we cijfers 2019 zouden nemen, zou dat nog een stuk lager zijn. LTO is blij met de uitkomsten en wil nu dat het ministerie het onderzoek serieus neemt. En wij vragen nog steeds aan de minister, ga daarin mee en zet daar stappen in. Nou ja, betekent dat de gesprekken harder worden? Misschien met dit onderarm hebben we wel meer argumenten om te zeggen van weet waar je je geld in steekt als overheid en ga daarmee aan de slag. Wij reiken dat als sector ook gewoon aan. Want ondanks dit onderzoek gaat het landbouwcollectief door. Ondanks deze verbluffende cijfers zal het landbouwcollectief zijn best doen om de stikstofreductiemaatregelen die men heeft voorgenomen te gaan toepassen. Dus de landbouw gaat niet achterover hangen, gaat wel door. De politiek kan dit niet negeren. Er moet nu echt actie worden ondernomen op basis van onjuiste informatie over metingen en op basis van onjuiste juridische informatie is een beleid uitgerold over Nederland wat ongelooflijk veel mensen onevenredig hard pakt. En dat moet dus ogenblikkelijk worden gestopt en teruggedraaid. Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 trekt het onderzoek in twijfel. Ja, daarmee betwisten ze dus een uitspraak van de hoogste rechter in Nederland. Ja, en dat gaat D66 echt te ver. We leven in een rechtsstaat. De rechter is heel duidelijk geweest. We beschermen de natuur niet goed. En in de analyse is ook duidelijk wat voor model je ook gebruikt. Het gaat heel slecht met de natuur in Nederland. Ja, dat mag hij zeggen. Kijk, dat is natuurlijk zijn eerste verdedigingslinie, want hij wil graag de veestapel halveren. Hij ziet natuurlijk met ledenogen aan dat wij in de cijfers al hebben aangetoond dat zijn wens om stikstofdepositie te halveren op natuurgebieden al lang is gerealiseerd. Namelijk, Remkes zat fout met zijn cijfers. Dus als het hem nu echt om de natuur te doen is, ja, dan zou hij toch iets anders moeten zeggen. Maar het is hem schijnbaar niet om de natuur te doen. Ik denk dat Tjeerd de Groot gewoon een hekel aan boeren heeft. Nou, het is een belangenvereniging die niet wetenschappelijk is en die komt op voor hun belangen. Dat is prima en in die zin heb ik ook met interesse daarvan kennis genomen, maar het is geen wetenschap. Ja, want weet je, doen de feiten ertoe van wie ze presenteert en wie ze laat onderzoeken? Ik vind dat echt heel bizar. Als 1-1-2 is, is 1-1-2 en dan doet het niet uit of ik het zeg of dat Tjeerd de Groot het zegt. Volgens Elsof is het nu aan minister Carola Schouten om iets met de cijfers van het Mestdag Zuivelfonds te doen. Deze club heeft wel een expert ingeschakeld. Hij heeft gewerkt met de data van RIVM, de bestaande data, dus niet een heel nieuw onderzoek gedaan. Die heeft dat opnieuw doorgerekend en die komt dus op andere bevindingen. Nou, je mag als burger ook het beleid van de overheid toetsen, dat gebeurt dus nu. En het zou denk ik te kort door de bocht zijn als de minister dan zegt ik leg dat naast me neer en ik doe daar niks mee.